Nou, is het... Wij zijn heel plezierig, maar eigenlijk niet, want carnaval zit erop. Dus eigenlijk zijn we heel verdrietig, hè, Graat? We zijn heel verdrietig. We zijn heel verdrietig, het zit erop. Maar het waren echt fantastische nou, dagen. Nou, hebben we genoten, hè? Het begon met 3 uurtjes vooraf en daarna het café. Ja, het was fantastisch. Nou, lijkt alweer een week geleden, hè? Maar wilden jullie zien hoe fantastisch het was? Kijk dan even naar de samenvatting die nu komt. Hoe lang duurt die? 11 minuten 11. Nou, veel plezier. Ja, la, la, la. Dit is de 31ste editie van 3 uurkes vooraf. 3, 2, 1. Fijn feestje weer! Is dit nou echt begonnen, carnaval? Het is, ja, nou, gisteren al. Ja, maar nou is café nu gaan we echt open. Los. Is dit de opening echt? Dit is de opening. Helemaal goed. Komt-ie! Ja! Het is altijd feest in café, het happy end. De prins zit aan sneeuwtje. Waar een... Hey, gelijk raak, hoppa! Dat betekent dat Jos nu moet drinken. Wij hebben hier een bierponktoernooitje. Dat zou hier eigenlijk... hier buiten worden georganiseerd. Maar ja, het was natuurlijk al winterig in onze provincie. Dus hebben ze het naar binnen verplaatst. Is jouw carnaval? Onnuchterend. Ja, dat snap ik. En is wat eronder zit te lelijk om naar te kijken? Of je vond het gewoon een goed idee? Nee, is om de vrouwen van me af te slaan, hè. U zet je hand maar naast je hoofd en zwaai van links naar rechts. Laat je horen, zet je zorgen aan de kant. We gaan naar voren, naar achter, we springen in de lucht. Met z'n allen feesten voor. Iedereen die eigenlijk naar de optochten zou gaan kijken of misschien meedoet met wagens of loopgroepen of wat dan ook. Ja, het gaat allemaal niet door. Nee, ik heb ook speciaal voor vandaag een stormkapsel. Zie je dat? Dat kun je wel zien, ja. Het is echt... Ja. Hier ging de optocht natuurlijk niet door en er was flink balen. Maar hier bedenk ik zelfs wel wat. Want wat gaan we vandaag doen, voorzitter? Wij gaan beginnen met de eerste en hopelijk de laatste RK, dus dat is Rommelgats kampioenschap, ja. Tegenwind fietsen. Vanwege de harde wind moesten we een ander alternatief verzinnen. En dus ja, we moesten iets organiseren, dus ja, daar zijn we hier op uitgekomen. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, kom maar door bij dat startschot. Karren! Jack, Betty is een klein beetje teleurgesteld. Die had zo graag een keer als danseres erbij geweest. Ja. Ja, dat had ik ook heel graag gewild. Maar wij zijn toch een beetje van de league. So you think you can dance. En ik denk dat Betty, ja, met alle respect, is toch meer knopen in je zakdoek natuurlijk. Wacht eens even, dat had ik nog niet zeggen. Flikker, stijg eens even op, jongens. Ik kom mijn kant. Ga naar kanten. Fijn visje die café. Mijn allernieuwste danseres. So you think you can dance, Betty! Laat je gaan, laat je gaan. Niet meer te houden. We gaan de hut verbouwen. Betty, Betty, Betty. Om mijn woorden terugnemen. Betty is veel hoger in de league dan ik had gedacht. Dit is next level. Wij moeten, gelukkig heeft ze zich een beetje ingehouden dat wij mee konden.
Fantastisch. Applaus voor Betty. Dames en heren, het is sowieso heel bijzonder dat hij hier is, want hij heeft het hartstikke druk. Maar het is nog bijzonderder, omdat dit namelijk de winnaar is van Kiesje Kraker 2020. Handjes, handjes, bloemetjes, gordijn. Handjes, handjes, in de poppelrij. We gaan naar links en naar voren en naar voren. In de polonaise en zwaaien. Wat een goed, heerlijke vent is maar, dat toch? Maar ik moet sowieso zeggen, het is sowieso hartstikke bijzonder, want hij, ja, hij heeft jou gepersifleerd. Hij heeft mij gepersifleerd hij en heeft dan jou, bestaat ja. Dan ben je een cultfiguur, heb ik begrepen. Wat heb je meegenomen, Ricardo? Ik heb 11 worstenbroodjes meegenomen. Nee! Ja? Nee! Ja? Nee! 11 worstenbroodjes? En ik heb bundels meegenomen. Nee! Jawel? Nee! En waar zijn die spullen? Nee! Nou, kom op, we duiken even in de doos. Dan kan ik mijn kindermiddag gewoon zeggen, zonder dat dat vervelend is, we duiken even in de doos. Wauw, check it out hier. Kijk, ik laat hem even zien. Tappels in de bergen, 1, 2, 3. Tappels heel veel trekken, 1, 2, 3. Ze dansen en ze springen, 1, 2, 3. Kondig hem nou even af. Hoe heet dat manneke? Hoe heet dat manneke? Kas natuurlijk. Kas. Kas, goed gedaan jongen. Allemaal de links, de rechts, de band die wordt verloren. Naar links. Hoi ja, naar rechts. Not met u, daar gaat dat goed op. Naar links. Naar rechts. Ho, stop! Stop de pers hier naartoe! Wat hoor ik nou? Nicky! Nee ja, het is me nooit geleerd, zeg maar. Ergens ging het mis in de opvoeding. Ja. Oké, okay, maar dan kunnen wij, let op hier, dat begint zo. Zo begint het. Daarna is het drank, eten en dan doe plaat. Ja, nee, dan heb ik toch wel best goed mijn best dat gedaan. Ik wou dat zeggen. Dat kan echt niet. Doe weg. Nee, dat kan echt. Dit vind ik zo schaamteloos. Hè. Ze is nou al 3 dagen haar eigen Instagram-pagina. Oh, wat is dit? Dit is echt. Oh, dit is echt heel erg. Hij is briljant, hè? Ja, dit is... Hij is echt briljant. Hij is ook dubbelzijdig. Nee, oh. Dus mochten mensen zich afvragen waar ik te volgen ben op Instagram? Nee, dat kan. Ik moet hier wel even van bijkomen van dit soort teksten. Ik moet daar toch even aan wennen aan dit soort teksten. Ik vind het een heel leuk duo, maar die teksten moet ik toch even aan wennen. Ik zie het poeske net niet. Dan verlang ik toch terug naar vroeger. Weet wel, dat ene lied van Corrie Konings, hoe was het ook weer? Ik krijg een heel apart gevoel. Waar leeft een mens nog Bourgondisch? Waar is het altijd een feest? Bij ons in Brabant. Bij ons in Brabant. Hier zijn de mensen gastvrij. En iedereen die hoort erbij. Bij ons in Brabant. Bij ons in Brabant. De tijd die lijkt hier soms nog stil te staan. Gezellig. Te beleven. Ik ben en blijf hier
als dit dan bestaat. Hier zijn de mensen tevreden. Het gevoel van hier is altijd oké. Bij ons in Brabant. Bij ons in Brabant. De tijd die lijkt hier soms nog stil te staan. Gezelligheid staat hier nog bovenaan. Het heeft een plaatje. We gaan stoppen met de carnaval 2020. Iedereen, oh, ik ga het echt niet doen. Dit was carnaval 2020. En wat ons betreft, 5 visje niet.